Is het nou jouw wens om te leven als Lil Kleine? Nou, dan wens ik jou uit komen vandaag. Wil jij nou met je ramen open door de wasstraat rijden? Ga naar 538.nl/debestewensen en 538 regelt het. Ta-ta-da-ta-ta! Ja! Peter Heerschop. Hi Frank. Goedemorgen. Pieter. Hey Niels. Pieter Heerschop. Lieve Marianne, maandag 29 oktober. Ajax heeft de klassieker tegen Feyenoord gewonnen met 3-0. Na 6 minuten stond Feyenoord al met 10 man op het veld. Ja, en dan wordt het lastig. Reserveaanvoerder Klaasie legde uit dat ze van tevoren nog hadden gezegd tegen elkaar: we gaan er hard in, maar niet over het randje. Laten we ervoor zorgen dat we zo lang mogelijk met z'n 11 op het veld staan en niet opeens met z'n 10. En ja, dan gebeurt het, want dat is een oude psychologische wet. Als je iets benoemt dat mensen vooral niet moeten doen, dan is de kans veel groter dat het juist wel gebeurt. Als je zegt, we moeten ze niet onderschatten, dan zien hersenen dat als een nieuwe mogelijkheid. Dan gaan ze onderschatten. Als het vriest buiten en je moeder zegt, niet aan de brugleuning likken, dan krijg je opeens ongelooflijk veel zin om dat wel te doen. Je had er nooit aan gedacht, maar het is een mogelijkheid. Zelfde bij de zin, als je één keer vreemd gaat, dan ben ik bij je weg. Heb je nooit aan gedacht, maar opeens vind je het een uitdaging. Kortom, nooit vlak voor een wedstrijd benoemen wat je niet wil. En nog zo'n oude psychologische voetbalwet. Vorige week zei de voorzitter van Fenerbahçe dat hij alle vertrouwen bleef houden in trainer Philip Cocu. Dat weet je al, die zitten nog maximaal een week. Geldt ook thuis, als iemand zegt dat hij alle vertrouwen in je heeft, dan weet je dat je gecontroleerd wordt. Anders hoeft iemand dat niet te zeggen. Dinsdag 30 oktober, Brazilië heeft een nieuwe president. Het is de extreemrechtse oud-legerkapitein Jair Bolsonaro. Hij gaat de boel flink aanpakken. Brazilië moet weer één sterk volk worden. Het leger krijgt een grotere rol. Hij belooft geweld waar nodig is. Hij is voor martelen, heeft minachting voor minderheden en voor de democratie en noemt zwervers, artiesten en intellectuele communistische subsidieslurpers. Hij heeft steun van 55% van de Braziliaanse kiezers, zoals een van zijn aanhangers op tv hem citeerde. Bolsonaro gaat ervoor zorgen dat alleen mensen die deugen nog rechten hebben. Kijk, in die laatste zin zit een probleem, want hoe bepaal je precies of iemand deugt en welke eigenschappen tellen wel en welke niet mee? Voor sommige Ajax-supporters zijn Feyenoorders kakkelakken. Voor sommige Feyenoord-supporters zijn Ajaxiden kankerjoden. Welke van de twee deugen? Of allebei niet? Voor supporters van Fenerbahçe is Philip Cocu een enorme loser. Voor supporters van PSV is hij een held. Wie bepaalt of Philip deugt? Deugt een ander als hij precies hetzelfde vindt als jij? Hoeveel rek zit daarin? Volgens mijn vrienden heb ik vaak hele goede ideeën om ergens anders te blijven slapen. Volgens mijn vrouw, nou, maar daar gaat het niet om. Ik probeer alleen maar uit te leggen dat het lastig is om te bepalen of iemand wel of niet deugt, om allemaal hetzelfde te vinden. Ik vind bijvoorbeeld Frank Dane een prima opvolger van Edwin Evers. Kijk. Punt. Nou, goed. Kijk, hackers kunnen heel makkelijk van alles hacken. Zoals ze in de wereld zelf zeggen, het hek is van de dam. Of zoals de Brabantse hackers het noemen, Eindhoven de hekste. En zoals dyslecten schrijven als ze vinden dat iemand zijn bek moet houden, bouw je hek. Maar begluurd worden tijdens het geven van borstvoeding, dat blijkt nu mogelijk omdat ze de babyfoon kunnen hacken. Slimme knuffelberen, speelgoeddino's en Barbies, ze kunnen omgetoverd worden tot afluisterapparaten. En ik zou je zeggen, ik heb die hele Barbie sowieso nooit vertrouwd. Met die golvende haren en die dunne heupjes en die lange benen en die grote ogen met die blik van, zeg het maar tegen mij. Ja, gluiperig wijf is het. Ik vroeg me altijd al af hoe mijn zus wist dat ik degene was die bij haar Barbie de beentjes eraf had gedraaid. Dat lult die Barbie dus allemaal door. Of als ik stiekem haar Barbie mee had genomen naar mijn kamer om haar daar te vertellen wat jongens allemaal kunnen, ben ik weken om uitgelachen. Nu begrijp ik ook als mijn zus zei, ik heb een nieuwe Super Barbie. Nieuwe Super Barbie, dat is NSB. Ik had het kunnen weten. Woensdag 31 oktober, ik las een stuk in de krant over de voetbalvereniging Urk. Een amateurclub die speelt in de hoofdklasse op zaterdag. Amateurclub zegt natuurlijk helemaal niks meer. Elke amateurclub die ik ken, die zegt, wij betalen niet. En toch hebben ze elk jaar 10 nieuwe selectiespelers van best ver weg. Ra, 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 ra. Iedereen weet, vrijwel alle clubs vanaf derde klas KNVB betalen hun selectiespelers. Als spelers bij een andere club 100 euro meer kunnen krijgen, gaan ze weg. Maar dan Urk. Die hebben nog allemaal spelers uit hun eigen jeugd. Voor selectiespelers is er 2 maal per jaar een bon van 160 euro voor voetbalschoenen, maar die valt bijna weg tegen de contributie van 230 euro. Zoals de verdette van Urk zei, joh, ik voetbal toch niet voor het geld.
Nee, is ook zo. Maar voor bijna alle voetballers in het eerste van welke club dan ook is geld wel een reden om hun eigen lievelingsclub per direct te verlaten. Maar gelukkig zijn er ook vriendenteams, waarin de kleedkamer nog gewoon in elkaar shampoofles wordt gepist, terwijl zingend onder de douche het huiselijk leed wordt besproken en waar ze niet gelijk na de training of de wedstrijd in een gesponsorde auto stappen, maar eerst nog een paar meter bier bestellen en een bijbehorende bruine fruitschaal. En dat heb je ook in Urk. Die zijn eindelijk eens positief in het nieuws. Nu is niet door het belachelijk hoge drank- en drugsgebruik. Oh, hè, shit, nou doe ik het toch weer. Het ministerie van Defensie heeft veel fouten gemaakt in de rekeningen voor de ontwikkeling en aankoop van de Joint Strike Fighter. En ja, als je leest waar het om gaat, dan denk je, ja, dat had je wel kunnen zien. Kijk, een JSF, zeggen ze, kost per stuk tussen de 85 en 98 miljoen euro. Daar gaan we al. Ik vind dat nogal een verschil. Welke rekening klopt het dan? Dan weet je dus hoeveel marge erop zit. Hij kost eigenlijk 98 miljoen, maar je mag hem meenemen voor 85? Dat begrijp ik niet. Maar er was ook nog 135.000 euro betaald voor achteruitkijkspiegels. Op een straaljager zitten geen achteruitkijkspiegels. Nieuwe winterbandjes, 1,4 miljoen. 75.000 euro voor een tolwegenvignet Zwitserland. Hoef je niet heen, die zijn neutraal. Kortom, er is nogal wat misgegaan. Dennis Wening is door RTL aan de kant gezet. Er komt een nieuwe presentator voor Expeditie Robinson. Daar komen best veel mensen voor in aanmerking. Ik bedoel, het is niet een hele ingewikkelde baan. Je zit de hele dag een beetje te wachten naast Nicolette Kluiver, legt een spelletje uit en leest in tergend traag tempo namen voor van een papiertje. Laat ik het zo zeggen, ik heb wel zin in dat baantje. Maar ik word het niet, want Art Rooijakkers heeft namelijk al 3 keer glashard ontkend dat hij de nieuwe presentator wordt. En ook RTL zegt dat er niks is besproken. Nou, dan weet je het wel, dat het al weken in kannen en kruiken. Vrijdag 2 november, ik wil nog even terugkomen op vorige week over de wintertijd en de afschaffing ervan. Ik zei dat ik de tijd aan de mensen terug wilde geven, dat iedereen elk jaar op een zelfgekozen moment de klok 1 uur terug mag draaien of 1 uur vooruit mag zetten. 1 uur nog een keer, 1 uur overslaan. Ik heb beloofd om daar op terug te komen in het jaaroverzicht, maar nu vast een paar reacties. Komen ze. Ik zou heel graag het uur dat ik mijn ex heb leren kennen verwijderen. Wat een ramp was dat. Graag zou ik het uur uitwissen dat mijn zus, die ik toch al zo weinig zie en om wie ik zoveel geef, huilend wegging na een totaal uit de hand gelopen ruzie die makkelijk voorkomen had kunnen worden. Ik was graag minimaal een uurtje langer op de Oktoberfest in München gebleven. Het uur voordat mijn broer de keuze maakte om zelf een einde te maken aan zijn leven. Van Paralympische sporten Jetse Plat, mijn plus 1 uur in de laatste meters van het WK waar mijn moeder stond te juichen, mijn min 1 uur tijdens haar laatste gevecht tegen de oneerlijke kanker. Ik zou graag het uurtje bij de gynaecoloog over willen doen op 25 juli... dat we dan wel een kloppend hartje zouden kunnen zien op de termijnecho. Helaas mocht het niet zo zijn. Een uur vooruit graag, omdat mijn vader dan eerder verlost zou zijn geweest van zijn benauwdheid. Of achteruit, omdat ik dan nog de tijd had gehad om te zeggen dat hij mijn allergrootste held is. Er waren tientallen, honderden reacties. Ik kom er terug. Ik kom erop terug op het eind van het jaar. Dit was 2 november, de dag dat ik in 2004 aan één tafel zat met een van de beste vrienden van Theo van Gogh. Dat had ook best een uur kunnen worden gemist.